Elmo, wat een feest, hè? Ja, ja, je ziet het, ze zijn nog steeds bezig. Dus ja, ik denk dat het nog wel even doorgaat in Tilburg. Dus top. Ja, een echte derby gezien. Hoe heb jij het allemaal beleefd? Ja, echt, gewoon echt als een echte derby, ja. Gewoon alles zat er, denk ik, in. Het was gewoon echt... voor mij was het gewoon echt een top derby en dan gaan ze weer. Dus ja, het was echt gewoon een topwedstrijd. Niet qua voetbal, dat was denk ik niet de mooiste wedstrijd van ons. Maar ja, 3 punten is het belangrijkste in zo'n wedstrijd. En ja, dat heb je gewoon mooi gedaan. En wat was dan het belangrijkste verschil wat de doorslag heeft gegeven? Teamprestatie, denk ik. Gewoon met z'n allen ervoor gaan. Vuile meetjes voor elkaar maken. Alles geven voor elkaar. En ik denk dat we dat de laatste weken zeker heel goed doen. En dat resulteert ook gewoon weer nu in een overwinning. Ik zag je ook af en toe trekken, sleuren op het middenveld. De ene sliding naar de andere sliding. Is dat ook wat dan gevraagd wordt? Net een beetje extra? Ja, dat ook. Maar het is ook mijn spel. Het is ook hoe ik speel. Dus ja. En ja, dat is gewoon lekker. Het is gewoon mooi. In hoeverre heeft ook die aanloop deze week naar die wedstrijd toe een extra boost gegeven? Denk ook aan die training van gisteren. Ja, en die training van gisteren is natuurlijk al een heel mooi voorproefje op vandaag. Het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel mensen naar het stadion komen om ons aan te moedigen. En ik, ja, we hebben het met 3 punten een mooi cadeautje gegeven, denk ik. Nou, deze overwinning is wel iets meer dan 3 punten waard, denk ik. Ja, ja, zeker. Ik denk dat we ook veilig zijn nu. Dus dat is nog mooier. Maar ja, gewoon geniet van deze 3 punten, denk ik.